zo ja, hoe lang zit ik hier dan nog aan vast? Dit is geen leven, in elk geval niet dat wat bij me past. Met deze ouders, deze broer, tja, sorry dat ik het zeg. Maar over hoeveel jaar kan ik uit huis? Kan ik eindelijk hier weg? Is dit mijn leven? Met zo'n broer geeft hij gas cadeaus en hij is om. Is dit mijn leven? Hoe kan iemand zo zijn, zo superdom? Zijn ruggengraat heeft meer iets van een zieke regenworm. Als iemand een verrader zoekt, bel Kees. Overdrijf ik niet enorm? Nee. Ik denk nog steeds dat die komt op een dag. De brief waarin staat wat ik altijd al wist. Excuses van het ziekenhuis hadden zich vergist. Dat ik verwisseld ben, wat ik altijd wel dacht. En dat ik spoedig naar mijn echte ouders terug word gebracht. Dat denk ik al jaren. En het zou zo'n beetje alles hier verklaren. Is dit mijn leven? Nou ja, omgewisseld, dat kan natuurlijk wel. Dit is geen leven. Nee, of een soort kinderruil XL. Of nee, een proef, een experiment. Een levenslange test in een laboratorium met van die reageerbuisjes en zo. Nou ja, dat is lekker dan. Heeft de wetenschap mijn hele jeugd verpest? Maar even serieus. Het is ook mijn leven. Doe ze zo, vraag ik me dan af, moet ik nu mee? Tijdens mijn leven verhuizen voor mijn vaders waanidee. Waarom denkt er nou niemand ook een klein beetje aan mij? Hallo? Waarom zeg je nou niet, Floor, echt kom, dit gaat alweer voorbij. Nu had ik eigenlijk toch wel verwacht dat je iets zei. Ja! Yeah!